Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. Er is best wel wat gaande op het moment over het coronavirus, dus daar zal ik iets dieper op ingaan. Voor de rest doen we ook tot nu toe nog gewoon heel veel leuke dingen. En dat gaan jullie deze week zien. Goedemorgen. We hebben gisteren niet superveel gedaan. We hebben eigenlijk wat leftovers gegeten van de dag ervoor van het Mexicaanse pannetje. En Rio slaapt nu, maar die gaan we zo eventjes wakker maken. Dan gaan we naar de Home Plus. En daar heb je een soort indoor speelparadijs voor de kinderen van Jason en Natasha. En we hebben met hen afgesproken en gaan we even koffie drinken en daar lekker zitten. Rio is er natuurlijk nog een beetje te klein voor, maar het gaat om de gezelligheid. En het sneeuwt hier dus gewoon. Gezelligheid. Gezelligheid. Het sneeuwt hier dus. In Seoul sneeuwde het gisteren al en het is nu deze kant op gekomen. Dus het is echt mega koud. Dus we kunnen niet echt iets doen zoals de dierentuin. Kan wel, maar dan is het gewoon super koud. Hé, schat. Ja, schat. Gaat toch lekker aan indoor gespeeld hebben. Ja, kan je lekker in de ballenbak. Kan je even lekker je energie kwijt, hè? Rio ligt daar in de hoek van de bank. Hij ligt er altijd zo benauwd bij, maar dit vindt hij lekker. Rio. Rio. Rio, wakker worden. Kijk eens. Koekjes. Hey. Rio. Hey. Hey. Heb je een rode neus? Ga je mee naar de speeltuin? Ga je mee? Hij moet even wakker worden. Hi. Hoe schattig is dit? Deze slush puppies. Echt heel leuk. Wat heb je gevonden, schat? Deze is toch perfect voor de mannen. Wat zei je het? Ja, je weet hoe mannen een vloer schoonmaken, toch? Handdoek op de grond rennen. Nee, zo maak jij het schoon. Ik weet niet of alle mannen dat zo doen. Maar wat heb je nu gevonden dan? Het is easy, sorry. Dit zijn pantoffels die je gewoon aan kan doen. En dan schoonmaken? En dan gewoon lekker lopen over de grond en dan maakt ze het schoon. Ideale oplossing. Oké, ik heb weer wat. Ik was vandaag met Natasha in de supermarkt en Dave heeft al weken trekken kip. Dus ik heb gezegd, ik ga wel even uitzoeken hoe de oven werkt. Dan ga ik dus voor het eerst de oven hier gebruiken en maak ik kip uit de oven. Ik koop vandaag dus twee kleine kippetjes in een zak. En ik doe net die zak open en ik was echt helemaal in paniek. En ik belde Natasha op van, het hoofd zit er nog aan, want ik doe ze in een bol openmaken. Maar ik was echt helemaal in paniek. Ze zei, nee, don't worry, it's just the neck. Het is dus alleen de nek. Maar ik was echt helemaal in paniek. Los van het feit dat ik wel vlees eet, probeerde ik echt minder vlees te eten. Vind ik het echt ontzettend zielig. Maar ja, we eten wel gewoon vlees en vooral hier ontkom je er niet aan. Dus ik dacht, ja, een lekker krokant kippetje uit de oven. Sorry voor de mensen die vegetarisch of vegan zijn. Als je het niet wil zien, hoef je het niet te zien. Maar het is alleen de nek, het is dus niet het hoofd. Maar ik gruwel er nu gewoon een beetje van het idee dat ik dit ga eten. En misschien is het juist wel heel goed en maakt het me heel bewust. Maar ik kan het eigenlijk niet eens aanraken. En ik maak het nu echt voor Dave, want het liefst gooi ik het dus nu gewoon in de prullenbak. Nou, dit zijn dus twee kippetjes. Oh. Dit zit er nog aan. Hier. Een hele kip. Ziet er gewoon... Gaat het, Rio?
het ziet er gewoon niet lekker uit en het voelt niet lekker. En ik wil het dus eigenlijk het liefst nooit meer maken. Als je bij een kip bij de Albert Heijn koopt, ziet er gewoon anders uit. Dus ik ga het nu maken. Maar ik sloeg net echt doodsangst uit. Want ik dacht echt, alle ingewanden en alles zit er dus gewoon nog in. Maar dat was niet zo. Ik heb dus net keurig netjes de nek doorgeknipt. Het ging echt heel erg tegen mijn gevoel in. En ik heb het ook echt zo heel... echt gewoon een soort, met een soort van gruwel gedaan. Maar ja, ik heb het wel gedaan. Ik had het toch al gekocht. Ik denk alleen niet dat ik dit zo snel nog een keer zou kopen. Ze zien er best mooi uit, vind ik. Ik heb dus de hele dag in de keuken gestaan. Dave is net thuis en de oven valt uit. En de kippetjes moeten er nog in. En we hebben allebei super honger. Dus we hebben nu eventjes Dave's agent gebeld. Die komt even kijken, maar ja, ik weet niet of hij er iets aan kan doen. Anders is het dan voor niks en eten we uiteindelijk dus toch niet de kip. En moeten we iets bestellen, maar ik hoop het wel. Dave is alvast aan een kaasje begonnen. Die is Rio de fles aan het geven. Gelukkig, want die is al de hele tijd aan het piepen. Nou dat, even afwachten dus of er kip gegeten wordt vanavond. Goedenavond is het hier al. Vanavond zouden we bij Natasha en Jason gaan eten. Ze zou schnitzels gaan maken. Super veel zin in. Nu heeft Jason, echt typisch mannen is dat, ook Junior en zijn vrouw en Björn en zijn vrouw uitgenodigd. En de translator. Dus super gezellig alleen maar hoor. Alleen Natasha zat echt met haar handen in het haar van shit, hoe ga ik voor zoveel mensen schnitzels maken? Ik heb gezegd, ik kom wel iets vroeger. Ik kom je wel eventjes helpen. En ik neem wat drank mee. En we vinden het allebei super leuk. Alleen, mannen denken er niet over na. Dat je dan in plaats van 2 extra mensen te eten krijgt. Dat je ineens met een heel huis vol zit. Een beetje overleggen is altijd wel fijn. Maar als je helemaal zit, is het oké. En alle andere vrouwen zijn ook behulpzaam. En het gaat denk ik super gezellig worden. Ik ga nu van huis nog even wat frisdrank halen. En dan ga ik die kant op. De mannen zijn sowieso wat later. Want die moesten wat doen voor de club. Ze moesten naar het bedrijf Hyundai. Om daar allemaal mensen te zien werken en dat soort dingen. Dus ze zijn laat. En de vrouwen kunnen alle voorbereidingen doen. Rio slaapt gelukkig. Ik wilde eigenlijk eerder van huis. Maar hij was echt een kleine monster. Hij liet me niet aankleden, opmaken. Op een gegeven moment dacht ik van, nou, weet je wat, anders ga ik wel gewoon in pyjama. En Rio in pyjama. Maar het is gelukt. Hij slaapt. Hij ligt in de wagen. Het is hier alleen één grote rommel thuis. Maar ja, dat komt later wel weer. Kijk hem liggen. Zo zit wel een engeltje. Ik moet even schrik worden. Wat is mijn Oh. It looks so good, Natasha. Really, thank you for making me. Oh my god, anytime, gezellig. De mannen die waren echt kapot. Dus we hebben het niet heel laat gemaakt. Want die hadden natuurlijk een hele lange dag erop zitten. Maar de kinderen waren heel lief.
Dus we hadden super lekker gegeten. En het was gewoon heel gezellig. Zo gezellig dat ik iedereen heb uitgenodigd om zondag Mexicaans bij mij te komen eten. Dus ik heb nu al, zoals je ziet, wat boodschapjes gedaan. Ter voorbereiding. Ik kook niet zo heel vaak voor heel veel mensen. Al ben ik gek op koken, maar... dus dit wordt nog wel een uitdaging. Ik ga vandaag al proberen wat Mexicaanse chicken wings te maken. Kijken of ze lekker genoeg zijn. Want die heb ik nooit eerder gemaakt. Maar ik ga het gewoon proberen. Mocht het succes zijn, dan laat ik het recept eventjes weten. Verder heb ik wel slecht geslapen. Rio die was de hele nacht aan het spoken. Die heeft echt heel erg last van zijn tandjes. En ik heb de druppeltjes niet. Die heb ik in het vliegtuig ben ik die verloren. Maar ja, ze heeft een fase waar je doorheen moet. Nu gaan we met de vrouw een hapje ergens eten. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Ik kan alleen niet wachten tot de zomer weer begint. Dat we lekker met z'n allen naar het strand kunnen. Lekker een beetje buiten in het park kunnen gaan zitten. Dat lijkt me wel echt heel erg leuk. En ja, ik heb wel echt een beetje nieuwe energie daarvan gekregen. Al zien dat we allemaal leuke mensen nu om ons heen hebben. Dus ik denk dat het wel een heel fijn jaar gaat worden. Schat, hoe waren de Mexican chicken wings? Sí, sí. Very good, very good. Wat loop jij te klagen? Potverdikke me. Jij moet slapen. Oh, zo zielig. Mama liep alleen maar naar de keuken om koffie te pakken. Oh. Oh, wat een drama. Goedemorgen. Daar hebben we Riootje. Vandaag hebben de mannen 's avonds een etentje met elkaar. En we hadden afgesproken om met de dames uit eten te gaan. Nu is iedereen hier een beetje in paniek. Er is een man uit Daegu, dus hier weer een uurtje vandaan. En daar hebben best wel veel mensen al het coronavirus. Er is een man vanuit Daegu hierheen geweest. En die heeft de ziekte meegenomen. Nu staan er allemaal rijen bij supermarkten. Iedereen loopt met zonnebrillen, regenjas, mondkapjes, vuilniszakken over hun hoofd. Het begint nu echt heel serieus te worden. Dus ik begin een klein beetje in paniek te raken. Dave totaal niet. Die heeft zoiets van rustig maar en het is hier nog niet. Maar er was dus wel een man hier die het met zich droeg. Dus ja, we hebben allemaal afgesproken met elkaar om gewoon zoveel mogelijk binnen te blijven. Dus niet zo vaak meer naar de supermarkten te gaan. Niet meer naar de kids playgrounds. Gewoon niet zoveel naar openbare ruimtes. En als je gaat, handschoentjes aan en mondkapje op. En gaat het goed, Rio? Ja, dus dat eigenlijk. Hygiëne is gewoon heel belangrijk. Ik heb overal van die desinfecterende jelletjes neergezet. Ik moet nog wel even van die handschoentjes halen. Mondkapjes heb ik in huis. Dave had op zich wel een punt dat het via je ogen ook naar binnen kan komen. Dus dan zou je een duikbril op moeten doen. Maar ja, ik heb zoiets alle kleine beetjes helpen. Dus gewoon wel proberen mondkapje om te doen. En handschoentjes aan als je boodschappen gaat doen. Ik vind het best wel een gekke gewaarwording. En ik raak er ook wel een beetje zenuwachtig van. Want ze hebben het erover dat straks geen vliegtuigen meer gaan en geen treinen meer en de wegen worden gesloten. Dat betekent dat je hier dan gewoon vast zit. Dus het is echt heel serieus en overal zijn nu alweer dingen uitverkocht. Gisteren, we zaten in de groepsapp met de meiden. Alle mannen, behalve Dave dan, dat is echt zo'n nuchtere hein. Die ging al met mondkapjes op, allemaal water inslaan en eieren en gewoon benodigdheden. Dus ik zeg gisteren tegen Dave van, schat, wij moeten ook naar de supermarkt en alles inslaan, want straks is er niks meer. Dus Dave zei meteen van, je doet net alsof er oorlog uit gaat breken. Doe even rustig, we gaan morgen wel even samen. Maar toch, ik vind het geen lekker idee. Ik zal straks, als Dave thuis is, gaan we eventjes... dingen die echt nodig zijn, zoals babyvoeding wil ik heel veel halen. Luiers, heel veel water. Je kan hier ook het water niet uit de kraan drinken. Even
even denken. Wat is nog meer? Ja, gewoon denk ik blikjes tomatensaus, blikjes bonen. Gewoon wel, gek genoeg heb ik wel het idee van ja, stel je voor er gebeurt wat. Dat je gewoon wel een beetje voorbereid bent als je echt niet uit huis kan. Ik vind het gewoon vooral heel erg eng voor Rio. En ja, als wij het krijgen, dat betekent natuurlijk dat Rio het ook zou krijgen. Maar afkloppen. Tuurlijk ga ik er niet van uit. En het is ook best wel eng dat als je straks niet meer terug kan naar je eigen land. Zoals Annelies, die zat er al om aan te denken om naar Brazilië te gaan. Natasha wil niet per se naar Australië, maar Jason zegt ga met de kinderen daar naartoe. Dus ik zei ook al tegen Dave van ja, moet ik naar Nederland toe? Ik zeg, is dat niet beter? Dus hij zegt wel nee joh. Het is nog helemaal niet zo ver, hier zijn nog geen alarmbellen. Maar ja, straks kunnen we dus niet meer terug. Daar maak ik me gewoon zorgen om. We gaan straks met maskers en al boodschappen doen. Ik zit te denken of om Rio in de auto te laten met Dave. Maar ja, dat zou betekenen dat ik alles alleen moet dragen. Of ze gaan gewoon even mee en ik doe een soort van de regencape om de kinderwagen heen. Of is het overdreven? Ik weet het niet. Ik weet niet of het overdreven is. Het is nog niet echt in Ulsan losgebarsten. Alleen de paniek wel. Dus ja. Ik heb natuurlijk morgen iedereen hier over de vloer eten. Dus dat moet ik ook allemaal gaan halen. Vanavond heb ik besloten om eten te bestellen met de meiden. We gaan even Disney films kijken met de kids. En lekker pizza bestellen hier beneden. Zodat we niet ver hoeven. En dan komt het wel goed. Ik zei al, veel kaartspelletjes, Monopoly en... Je hebt grappig. Ik zag dat Annelies had al heel veel speelgoed ingeslagen voor de meiden. Om natuurlijk straks thuis te spelen. Die zei al van, volgens mij vinden de meiden corona niet zo erg. Ik ben benieuwd wat ze met K-League gaan doen. Of ze dus wel doorgaan met voetballen. Want supporters mogen alleen verplicht met mondkapje komen. Ik ben echt benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Dus ja. Echt lekker is het niet. En ik wil zeker niemand van mijn familie en vrienden thuis ongerust maken. Want ik doe er alles aan om hygiënisch te zijn. Maar ja. Ik wou het toch even delen. Oké, ik ben dus al de hele dag aan het schoonmaken. Aangezien ik toch niet veel meer te doen heb als je de hele dag binnen zit. Dit is geen reclame. Maar er zijn volgens mij heel veel mensen die een hekel hebben aan schoonmaken. Ik in ieder geval wel. Ik ben er ook niet super goed in. Maar ik ga net zo lang door altijd tot alles schoon is. Want ik hou wel altijd van schoon. Nou, heb ik dus iets gekocht. Een dweil. En ik heb nog nooit zo'n goede dweil gehad. Dus dat wilde ik graag met jullie delen. Want misschien kun je het wel gewoon online bestellen. En misschien heb je wel een nieuwe dweil nodig. Of heb je zoiets van, ik heb ook echt een hekel aan schoonmaken. En ik moet zo'n dweil hebben. Ja, hier. Dit is de Catch Mop. En wat is er zo bijzonder aan de Catch Mop? Misschien heb je het wel in Nederland, maar ik heb het dus nog nooit gezien. En ik vind deze echt super fijn. Maar kijk, er zit zo'n flesje op. Daar doe je dus gewoon allesreiniger in. Waar je de vloer mee dweilt, gemengd met water. En er zitten dan twee van die... Oké, Rio, je bent aan het storen. Rio, mag mama even video? er zitten dus twee van die dingen met klittenband. Die kan je dus vervangen. En wat je dus doet, je zit hier zo'n klikje. En dan spreekt hij. Ik weet niet of je op de camera kan zien. En doe je gewoon zo. Dus dan loop je, je hoeft geen emmer water of uit te wringen. Hij doet precies genoeg als je denkt van, het is weer een beetje droog. Dan spuit je nog een keer. En het is echt ideaal. Ik ben dus fan van deze dweil. En ik dweil meer dan ik ooit heb gedaan. Ik ben er erg blij mee. En Rio denkt dat zijn moeder gek is geworden. Toch Rio? Nou, ga met die banaan. Yeah.
Oomba, 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 tjuka, tjuka, oomba, oomba, oomba. Achoo! Papa veel niezen, hè? Achoo! Oomba, 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 tjuka, tjuka, oomba, oomba, oomba. Achoo! Hi. I love you. I love you. Nee, niks op commando. We are ready. You know what? It actually tastes not bad. It looks really good. It looks amazing. It's a big thing. The first one is always shit. Even snel een kleine update voordat de mensen komen. Ik zou Mexicaans gaan koken, maar alle winkels waren vandaag dicht. Tenminste, alle supermarkten. Dus ik was helemaal voorbereid met mijn handschoentjes en mondkapje. Maar het was dicht. Dus we hebben nu eten besteld weer. En iedereen komt er zo aan. En we hebben er zin in. Gezellig. Het schat? Heel erg vind. Je doet nog even de plant goed? Ik begin me nu wel iets wat zorgen te maken wat betreft het coronavirus. Natasja vertrekt vandaag nog met de kinderen naar Australië toe. Dus dat vind ik wel heel jammer, want zij was eigenlijk in principe de enige... met wie ik hier veel contact had. Het ging eigenlijk net sociaal gezien iets beter. Maar goed, ik begrijp het wel heel goed. Want ik begin ook gewoon heel erg onrustig te worden. Er zijn nu in Korea 11 doden. En dat kan nog oplopen. Ik heb nu zelfs apps op mijn telefoon. Waarbij je precies kan kijken wie welke route heeft gelopen. Want er zijn nu 5 mensen in Ulsan besmet. Dat is eigenlijk nog helemaal niet veel. En als je bekijkt hoeveel mensen er jaarlijks doodgaan aan een normale griep, dan valt dat reuze mee. Alleen, we weten gewoon niet zo goed welke kant het nu op gaat. Of het verdubbelt met de dag. Of En ik vind het gewoon niet zo'n heel lekker idee met Rio. Dus ik heb alle mondkapjes in huis. Maar ik heb besloten om helemaal niet meer... de straat op te gaan. Dave heeft vanochtend heel veel water en boodschappen gehaald. Zodat we voorlopig niet meer de deur uit hoeven. Hij is wel net gewoon naar trainen vertrokken. En eigenlijk ben ik het daar dus niet echt mee eens. Omdat wij kunnen ons natuurlijk wel heel erg bezighouden met de hygiëne. Hij komt nu nog wel met mensen in contact. En dat zou betekenen dat hij dat dus ook mee naar huis kan nemen. Wat ik al zei, je gaat er niet zomaar aan dood. Meestal zijn het mensen die al ziek zijn of heel oud. Alleen ja, je wil gewoon het zekere voor het onzekere nemen. Dus daarom blijven wij gewoon thuis. De muren komen nu al een beetje op me af. En het is meer gewoon het gevoel dat ik weet dat ik misschien heel lang niet de deur uit kan gaan. Voor de rest, je kunt je afvragen waarom ga je niet gewoon lekker naar Nederland? Nou... Natasja is naar Australië vertrokken, maar niet uit vrije wil. Jason wilde dat heel graag, omdat hij gewoon bang is voor zijn kinderen. En de scholen zijn toch dicht. Wij zijn natuurlijk ook bang voor Rio, alleen Natasja was helemaal in paniek en aan het huilen. Omdat het grootste risico loop je natuurlijk nu op de airport of in een vliegtuig. Zoals nu ook in Seoul en daar stikt het van de Chinese mensen. En daar zijn natuurlijk de meeste mensen besmet. En hier in Daegu, dat is een uurtje hier vandaan. Er zijn ook al heel veel mensen besmet. En dat schijnt een soort van secte te zijn. Die van er dus één vrouwtje hier naartoe is gekomen. En die heeft dus nu al 4 anderen besmet hier. Dus dat wordt heel veel rummikub heb ik hier. Kaarten, Netflix... lekker vind ik het niet. Mijn moeder en mijn zusje zouden hier naartoe komen. Maar dat gaat dus nu ook eventjes niet door. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dit verder gaat aflopen. Ik heb al heel veel babyvoeding ingeslagen. Om dan niet per se
dat ik bang ben voor het virus zelf. Maar meer over dat iedereen hier helemaal in paniek is. En dus in rijen voor de supermarkt staat. En dat straks misschien alles uitverkocht is. Dus genoeg babyvoeding, genoeg water. En ik neem het zekere voor het onzekere. En ik ga gewoon niet de straat op. Het is hier dus wel echt gekkenhuis. Meer dan ik had verwacht. Ze lopen hier met regenjassen en zwembrillen op straat. Niet omdat ze bang zijn voor water. Maar omdat het via je ogen, je neus en je mond dat je zo besmet kan raken. Ja, wel serieus allemaal. Ik ben benieuwd of ze de grens ook dicht gaan gooien. In Daegu, wat hier een uurtje vandaan is. Waar die secten zitten die allemaal besmet zijn. Die lopen ook gewoon overal zonder mondkapje en zo. Echt belachelijk. Maar het leger die wilde daar al de grenzen dichtgooien. Maar iedereen kwam daar in opstand. Dus toen hebben ze het toch maar niet gedaan. En ja. Allemaal gedoe. Nou ja, dat was het voor deze week. Ik zal jullie helemaal op de hoogte houden volgende week met wat er gaat gebeuren. Of we ook moeten vertrekken. Hoe het gaat met het aantal zieken, aantal doden. Wat er hier nog meer voor maatregelen worden genomen. Maar wat ik al zei, er zijn misschien pas 11 doden. Wat al erg genoeg is natuurlijk. Maar gisteren waren dat er nog maar 4. Dus ja, het zal wel hard gaan. Maar laten we wat positiever uitgaan en dat ze het goed in controle kunnen houden. Mocht je nog leuke tips hebben wat we thuis kunnen doen, behalve Netflixen, kaarten en rummikuppen, kom maar door. Vergeet niet te liken, te subscriben. Dat was het.